Een kermis hoort nu eenmaal bij een volkfeest en bij volkvermaak. De markt in Druten is dit jaar niet gevuld met koeien en paarden. De Lestemert gaat niet door. In plaats van 300 kraampjes en een klein dierenbeurs vindt dit jaar alleen de kermis plaats. Wij als Lestemert zijn zeer teleurgesteld. Per slotverrekening hebben wij deze organisatie niet op poten gezet om iets niet door te laten gaan, maar juist om het door te laten gaan. Maar ja, wij worden natuurlijk ook, zoals het landelijk het geval is, geconfronteerd met de coronamaatregelen. En wij hebben ook binnen ons bestuur gezegd, wat ons betreft gaat veiligheid boven alles. En wat niet kan, dat kan niet. Het afgelasten van de Lestemert is voor Drutenaren een groot gemis. De Lestemert is een volkfeest voor het hele land van Maaswaal. Zit diep ingeworteld in de gemeenschap, al meer dan 200 jaar. En die mensen die missen de Lestemert niet alleen voor dit jaar, maar het is het tweede jaar op een rij dat hij niet door kan gaan. Dus dan, dan komt er extra hard aan, om het zo maar eens te zeggen. Geen Lestemert dus, maar gelukkig wel een kermis. Elders in de landen en ook in de regio gingen allerlei kermissen door. Omdat de kermis is een, dat kun je hier ook zien, is een separaat, apart gebeuren. En daar kunnen we maatregelen voor treffen dat die wel door kan gaan. Vandaar ook dat we ervoor gekozen hebben om dat door te laten gaan. Want een kermis hoort nu eenmaal bij een volkfeest en bij volkvermaak. En met name voor de jeugd is dat belangrijk dat die toch doorgaat. Pardoel verwacht veel bezoekers dit weekend. Ik denk dat de kermis op dit moment hartstikke goed loopt, zoals je ziet. Ondanks dat er geen Lestemert bij is. Mensen zijn vandaag ook door het mooie weer. Want het zou prachtig weer geweest zijn, ook voor de Lestemert. Zijn er natuurlijk extra uitgelopen met de kinderen om hier dat feestje te vieren. En ja, de komende dagen weten we het niet, want we hebben nog niet gehoord wat de weerverwachtingen zijn. Maar het is hetzelfde weer als vandaag. Dan verwacht ik de vrijdag, de zaterdag en de zondag nog wel wat publiek. Want mensen gaan hier winkelen en nemen de kinderen mee. En gaan gelijk hier even naar de attracties of oliebollen halen. Hè.